Ja, we staan hier op Enschedeweg 19 bij Kwekerij Wouters. Hier achter ons staan 10 packs cliënten die we op dit moment aan het telen zijn en aan het afleveren. We maken een breed assortiment met kleuren en ook popmaten. 9 centimeter pop maken wij, 12 centimeter gemixt, festival colors, hangpotten en schaal 23. Ja, de ervaringen van verleden jaar waren goed. We hebben op 2 locaties proeven gehad. In IJsselmuiden in de teampack en op deze locatie ook in de teampack. Het verschilde per kleur het bloeistadium. Dus met het zaaien moeten wij daar nog wat aan sleutelen. We hebben ze ook zelf gezaaid. We doen het nu voor het 3e jaar. Ook om daar wat ervaring in te krijgen. Om wat proeven en wat nieuwe soorten te leren kennen. Volgend jaar gaan we bepaalde kleuren al wat groter proberen. Om stapje voor stapje een beter gevoel erbij te krijgen hoe we ze kunnen telen en wanneer we ze moeten zaaien en wanneer ze dan afleveren klaar zijn. De ervaring nu op dit moment is dat de kleinbloemige, de conuta's, die komen makkelijk in bloei. We hebben weinig licht gehad in het voorjaar. De F1, de grootbloemige, komen bij ons wat lastiger in bloei. Het is echt een soort verschillend wat je achter ziet. De lavendel shades die bloeit bijvoorbeeld heel makkelijk. Dus die, daar zijn we op het moment ook wijs mee. Het is echt per soort afhankelijk hoe snel die in bloei komt. Nou, ik ben hier ook dus bij Kwekerij Wouters en we hebben hier dus de Delta Pro geïntroduceerd 3 jaar terug. Die zijn een paar jaar getest. Dit jaar is het wat groter opgepakt. We hebben hier zo wat kleuren eruit gehaald, zeg maar, die eruit schieten. Dit is een kleur die ook nieuw is in de Delta Pro. Rood is altijd een heel lastige kleur. Maar je ziet het wel, hij is korte steeltjes erop. Compacte plant, dus voor een pack ideaal. Het is ook een prachtige rode kleur.